musical 4045. Het is nu augustus en over iets meer dan een jaar, september 2024. Om precies te zijn, 21 september 2024, dan is de grootste première. Het is leuk om bakens te verzetten, om innovatief te zijn en om niet altijd de platgetreden paden te bewandelen. Dat doen we best studio ook nog wel. Ja, met jullie handen, en dat is sowieso even goed om te zeggen, want kijk, in Nederland zijn we gewend, de musicals hier, die worden gedaan door Joop van den Ende en toen met Jan Albert Vlinde, en dat is op een gegeven moment samen gegaan. Maar jullie, want ik denk als je op straat vraagt in Nederland Studio 100, dan komen mensen met jouw naam of met K3. Maar jullie zijn ook gewoon een grote musical producent al heel lang in België, toch? Ja, dat klopt oorspronkelijk. Mm-hmm. En zo hebben we eigenlijk daar ook een traditie opgebouwd van grote musicals die toch ook technisch een beetje anders ingestoken zijn. En zijn we uiteindelijk aanbeland aan 4045. Een verhaal en een oorlog die jullie in Nederland natuurlijk ook heel erg beleefd hebben, helaas. En dat leek ons wel het moment. Met het idee, met het verhaal, kun je daar iets over zeggen? Dus wat zat er in je hoofd van je dacht, dit moeten we vertellen? Het is een verhaal over de Tweede Wereldoorlog, uiteraard. En het gaat over keuzes maken. We volgen het verhaal van één familie met twee zonen, twee broers. Waar een jaar leeftijdsverschil tussen zit. En ze krijgen allebei exact dezelfde opvoeding en toch op een gegeven moment scheiden hun wegen en kiest een van de broers om het extreemrechtse pad te volgen en de andere broer kiest om in het verzet te gaan. En er ontstaat natuurlijk een enorme tweestrijd tussen die twee. Er komt nog een enorme dramatische plotwist in voor waar ik natuurlijk niks over kan. Waarom wil jij dat vertellen? Wat heb jij zelf daarmee? Ja, het is zo dat de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen, en ik denk dat dat voor Nederland exact hetzelfde is, nog altijd bij veel families het gespreksonderwerp wordt op familiebijeenkomsten of familiefeesten. Omdat ook in heel veel families die twee keuzes gemaakt zijn, net zoals in mijn familie. Er was een foute kant en er was een goede kant. En die leefden wel samen en er werd over gepraat. En, dat heeft tot de laatste dagen van mijn moeder, heeft dat haar leven bepaald, mijn moeder is 5 jaar geleden overleden. En tot op de laatste dag heeft wat er in die oorlog allemaal gebeurd is, haar heel erg bezig gehouden. Mm. En dat is ook het succes van die voorstelling in Vlaanderen geweest. En dat kan ook eventueel het succes worden hier in Nederland, omdat het nog altijd iets is wat veel families uiteen heeft gescheurd of toch voor conflicten heeft gezorgd. Die resoluut voor de Duitse kant heeft gekozen. Beide broers staan op dat moment letterlijk en figuurlijk lijnrecht tegenover elkaar. Voor de eerste maal zijn hier Soy Kroon en Dorian Windels met Doe Maar. We zijn de levens van wat zal me beletten. Het is jouw keuze en ik zal mij niet verzetten. Doe wat je moet, ben je te laf. Haal de trekker over, schiet en maak me af. Doe maar, jij met dat harde kruis, daar zal ik nooit aan wennen. Leven is, wil ik je niet meer kennen. Het is niet zo moeilijk, man, kom op. Het kost je maar een kogel, knallen door mijn kop. Doe maar. Jij bent grootste vijand, kom op, doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar. 4045. Studio 100 presenteert 4045 de musical. Een aangrijpend verhaal over twee onafscheidelijke Rotterdamse broers die lief en leed met elkaar delen. Wil je me met haar? Tot de Tweede Wereldoorlog in Nederland uitbreekt. Ze kiezen elke kant en komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. In een indrukwekkende totaalbeleving. Een spektakel zoals u nog nooit heeft gezien. Beleef deze voorstelling vanaf één van de rijdende tribunes. En boek snelle tickets via 40-45.nl. Nou. Ik ben heel erg trots. Eigenlijk vanaf dat de voorstelling in Vlaanderen in première is gegaan, was het al de bedoeling om hiermee naar Nederland te komen. Natuurlijk hebben we ondertussen de coronapandemie gehad, die heeft alles vertraagd. Dus een paar jaar
later dan verhoopt zijn we eindelijk hier en mogen we eindelijk het nieuws bekendmaken. Dus ik ben apetrots. Ja. Mooi dat hij naar Barneveld gekomen bent. Dat is een goede beslissing volgens mij. Wij denken ook dat het een goede beslissing is geweest om naar Barneveld te komen. Eerst en vooral de venue die we hier gaan hebben is prachtig. Heel modern. Mensen gaan in het... een heel groot comfort naar de voorstelling kunnen komen kijken. En Barneveld is heel centraal gelegen. Ja, ik ben net ook heel makkelijk hier geraakt vanuit Vlaanderen. We hadden wel een klein ongelukje onderweg. Alleen wij niet. Er was een ongelukje gebeurd. Dus een beetje vertraging. Maar dat kan altijd. Ja. Maar wat vertelt de musical? En welke mensen moeten hier naartoe komen? Eerst en vooral moet iedereen hier naartoe komen. Voor de oudere generatie zal er vooral een blijk van herkenbaarheid zijn. Omdat we het verhaal vertellen van een doodgewone Rotterdamse familie. En het verhaal dat wij vertellen, dit soort verhalen hebben heel veel mensen in hun familie tijdens de oorlog meegemaakt. Maar ook voor de jonge generatie is het belangrijk om toch nog eens even die geschiedenis verteld te krijgen. En de gevaren die er achter de hoek schuilen als bepaalde... van bepaalde politieke krachten de boel proberen over te nemen. Juist omdat we dat niet moeten vergeten. Omdat we dat niet moeten vergeten, omdat we die oorlog nooit mogen vergeten en dat we nooit mogen vergeten welke ellende er toen is aangericht door mensen die ook verkeerde keuzes hebben gemaakt. Dank u wel. Ik ben Soy Kroon en ik speel de rol van Louis in 4045 The Musical. En ik ben Dorian Bindels en ik speel de rol van Dirk en wij zijn twee broertjes. Ja, en ze komen lijnrecht tegenover elkaar te staan en de voorstelling is vanaf september 2024 in Nederland te zien in de Midden-Nederland Hallen in Barneveld. In een unieke beleving met draaiend decor, draaiende tribunes, dus kom vooral kijken. En het is een kwetsbaar verhaal, een echt familiedrama en ik denk dat het een prachtig voorstelling gaat worden. Dus koop nieuwe kaarten. Hi, mijn naam is Gaia Eijkman en ik speel Lea Liepman in 4045 The Musical. Hoi, ik ben Ninian Everaert en ik speel de rol van Marie de Jong in 4045 The Musical. En wat vinden jullie van de musical? Ja, het is een prachtig verhaal over twee broers die eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. En wij spelen allebei de vriendinnetjes van die twee broers. Dus wij komen eigenlijk ook wel tegenover elkaar te staan. Ik denk dat het een heel mooi verhaal is voor iedereen om naar te komen kijken. Ja, ja, dus zij of haar vriend die gaat bij de SS en mijn vriend die gaat bij het verzet. En dat brengt ons natuurlijk ook aan die kant. Het is best een heftig verhaal. Het is een heel heftig verhaal en ik kan me best wel indenken dat dit in die tijd ook echt is gebeurd natuurlijk. Dat een gezin uit elkaar is getrokken omdat ze natuurlijk allebei een andere kant kiezen. Ja. Maar het overgrote of het overkoepelende onderwerp is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Wat dat allemaal met de samenleving heeft gedaan. Hoe diep dat geworteld zit in het DNA van de Nederlandse samenleving. Dus dat is iets wat we door moeten blijven vertellen. Vinden wij. En dat doet deze show of deze musical natuurlijk op een prachtige manier. Ja. Mooi. Ja. En in een jasje, in een spektakeljasje, waardoor je als publiek er echt ingezogen wordt. Je hebt koptelefoons op en dat werkt zo goed, want je hoort ook niks anders meer. Dus je zit helemaal in het verhaal. De tribunes die rijden er doorheen, er omheen. Het is echt, je kan er niet omheen. Nee, trots eigenlijk zijn jullie wel. Dat je mee mag doen. Ontzettend trots. Ja. Ja, ontzettend trots. Het is over een jaar natuurlijk, dus we zijn ver vooruit nu. Maar ja, we leven ons nu natuurlijk al in. We hebben de trailer gemaakt, we hebben de fotoshoot gedaan. Dus het leeft al heel erg bij ons. Ja. Mooi. Ja. Ja, nou, wat ons betreft, heel veel plezier. Ja. En ga er vooral ook van genieten. Dankjewel. Dankjewel. Ja, wethouder Pluimers van Barneveld. U bent volgens mij ongelooflijk trots op dit evenement wat naar Barneveld komt. Zeker, het is een prachtig cultureel evenement. Ook een historisch belangrijke betekenis heeft dit evenement, deze musical. Dus ik ben heel trots dat Studio 100 de gemeente Barneveld heeft gevonden als plek om deze musical vorm te geven. Ja, en wat voor doelgroep gaat het in Barneveld trekken, denkt u? Ik denk dat iedereen, niet alleen in Barneveld, maar iedereen is een doelgroep. Wij willen dit verhaal, ja, wij niet, maar Studio 100 natuurlijk, blijven vertellen. Het verhaal van de Tweede Wereldoorlog is bijzonder, dus dat zal heel veel doelgroepen aanspreken, binnen en buiten Barneveld. Ja, wat verwacht u voor de ondernemers van Barneveld? Ik denk dat de ondernemers meer klandizie krijgen, want ik hoop ook natuurlijk dat gasten ook de gemeente Barneveld verder gaan ontdekken, alle mooie dingen die we in onze mooie gemeente hebben. De ondernemers zullen dat merken, bijvoorbeeld de restaurants, de cafeetjes en ook de hotels.